Op deze zonnige maandagmiddag kan ik niet laten om een toertje te gaan doen in de Putten, het natuurreservaat de Putten, dat hier op nog geen kilometer van mij thuis ligt. We gaan langs de Gaverse Steenweg gaan. We gaan met de zon in de rug voor de warmte, maar tegelijk ook voor de goede zichtbaarheid, de betere zichtbaarheid van de vogels. Het is altijd interessant om een wandeling te maken met de zon in de rug, want de zichtbaarheid is altijd veel groter. Prachtig kasteel van Schelderode bij de Sint-Martinuskerk. Alle twee in zeer goede staat zijn. In privé eigendom. Het kasteel en de kerk is of wordt zeer binnenkort ontwijd en een vergaderruimte van gemaakt. Aan de rand van het natuurgebied de Putten. En zoals typisch in de meer landelijke kerkhoven worden de graven hier versierd met allerlei bloemen. En zien we hier naast ons nog de pastorie. Met het deurtje waar meneer pastoor woonde en de mis kon komen opdragen. Zo, en hier gaan we het weggetje nemen dat langs de steilrand naar beneden leidt in de Scheldevallei. Waar ook nog een paar oude gebouwtjes te zien zijn. Vink. En een mooi zicht op een visvijvertje dat nu natuurlijk in herstel is. Oude boomgaard. En hiermee hebben we de 20 meter hoogteverschil overwonnen die de Scheldevallei scheiden van de bewoning hogerop. Een zeer interessant brugje. Een prachtig brugje met een mooie begroeiing van mossen en korstmossen. Jullie kennen waarschijnlijk mijn grote voorliefde voor
voor deze plantensoort. Wel, gelukkig wordt dat brugje niet zeer goed onderhouden. Het enige gevaar dat er misschien inschuilt is dat er wat verbraming aan het optreden is en dat ik misschien een beetje de bramen die hier op aan het groeien zijn straks ga wegsnoeien. Om ervoor te zorgen dat de mossen en de kleine andere plantjes nog een kans krijgen. En tegelijkertijd ga ik jullie ook nog een bijenstand tonen. Maar de bijen zullen nu nog niet actief zijn. Daar achter de boompjes verscholen is een bijenstand van een actieve, ik denk dat hij uit Gaveren komt, een actieve bijenhouder uit Gaveren. En daarnaast zien we het begin van het beschermde stuk van de putten. Dat er natuurlijk nu mooi en zonnig bij ligt. Het stekelingske, een visvijver die sinds jaren al niet meer gebruikt wordt en beheerd als natuurreservaat, als een deel van het natuurreservaat. Met een paar slopeenden. En daar zien we natuurlijk ook terug de steilrand. Dat stuk dat zo kenmerkend is voor de Scheldevallei. Die zand ophopen. Het centrale beschermde natuur, het beschermde deel van het natuurgebied, de putten, wordt beheerd met de inzet van konnikpaarden. Dat zijn ponietjes, middelgrote ponies, die in deze kraal worden verzameld een paar keren per jaar om ze eventueel naar andere gebieden te brengen. En het hele gebied is afgesloten met een wildrooster. Dat je hier ziet zodat die beesten het hele jaar door vrij kunnen rondlopen. Om de naam de putten de eer aan te doen, werden er ook, maar dat is nu al denk ik een jaar of 10 geleden, enkele poelen gegraven, waarvan je daar verder eentje ziet, die nu mooi vol water staat en die hoofdzakelijk
ter ondersteuning van de ongewervelden en vissen en salamanders is aangelegd geworden. Er zijn er verschillende. Er liggen er ook nog een paar achter mij in het natuurreservaat die het gevolg zijn of het overblijfsel van de stenen, van de bakstenen, van de kleiontginningen die hier volop aan de gang waren, 100 jaar geleden. De staken, eigenlijk een laaggelegen weiland dat al enkele jaren ook als waterreservaat wordt beschermd. Een prachtige pleisterplaats voor allerlei waadvogels in de lente. De Rijnmeren met een interessante waterpartij in het midden, waar heel de winter door stadlopers, meeuwen, eenden en andere soorten pleisteren. Koolmees die volop aan het zingen is. Thank you.